super tof dat ik zie nieuwe mensen en ik zie mensen die hier al heel lang komen. Ik zie ook oude mensen. Ja, nee, ja. Hey, en we hebben zometeen de onthulling van het logo. En ik hoop dat het superfeestelijk kan. En daarvoor gaat Judith presenteren. En nou ja, wat Judith gaat vertellen is dat wij elkaar een jaar geleden nog niet kenden. En ik ben toen de stichting gestart met nog wat mensen, dus in een bestuur. En toen had ik een droom van ik wil een logo. En dat ging op een hele andere kant. Maar dat was niet de juiste weg. Maar toen kwam Judith. Judith, vertel. Jij hebt een logo gemaakt. Ja, dat klopt. Ja, terug naar het begin. Ik schreef mij vorig jaar in september in voor een cursus grafische vormgeving. Dat had ik nog nooit gedaan. Daar wilde ik wel graag mijn kennis maken. Ik was nog maar net begonnen en toen werd ik uitgedaagd om ook een echte opdrachtgever daarbij te gaan zoeken. Dat heb ik gedaan en dat heb ik geweten. Zo kwam ik op het pad van Jaco, want hier was wel behoefte aan een logo en een huisstijl. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat was echt zo makkelijk nog niet. Het was een behoorlijk proces, mag ik wel zeggen. Leuk en vooral heel leerzaam. En helemaal leuk is dat we hier dus nu echt staan en zo dat het logo wat ik heb gemaakt, wel overigens samen met het hele huisstijl werkgroepje, om het zo te zeggen. Ik heb echt een hoop hulp en feedback daarvan gehad om te komen waar we nu zijn. Ik ben er trots op en ik vind het heel leuk om het nu te gaan laten zien. Ja, ik zie alleen maar vragende ogen van kom maar op eigenlijk. Dus ik zal er niet al te veel over gaan vertellen. Een paar steekwoorden wil ik noemen die ik heb gebruikt. Dingen die het klusklooster kenmerken. Zoals Hilversum, zoals community, zoals licht, zoals eigenwijs en vooral techniek. En deze elementen vinden jullie allemaal terug in het logo. En ik denk dat we hem nu gewoon moeten laten zien. Als je het goed vindt. Die heeft gewoon het logo in plaats van logo. Bart, ik zou zeggen, kom even naar voren. Ja, Bert, help me even met het doekie. Ja, ja. Tada! Wow. Echt mooi. En zo heeft iedereen geeft zijn eigen kleur eraan. Moos, die is wezen mozaïeken. En die is nog net niet helemaal af. Hij is met de voegen bezig, heb ik begrepen. Die komt hier op de muur in zijn kleur. Kijk, en hier een spaakbrugs hart. Oh, ja, inderdaad. Gedachte van het klusklooster en van het spaakbrugs hart. Lekker delen. Mijn idee is, jongens, pak een bakkie, pak een stukje koek. Zometeen roep ik weer en bouw ik even mijn presentatie om. En dan gaan we nog een beetje, laat ik wat foto's zien van het afgelopen jaar. Maar ondertussen ontmoet elkaar en we ontmoeten en geniet even van, nou ja, dat wat er is. Ja. Dankjewel, Judith. Ja, dankjewel.